Het platform is ontworpen als een microcity, waarbij je eigenlijk kunt zeggen dat het gebouw een stukje stad in de stad is. Er zitten bedrijven in, er wonen mensen, er zijn tuinen. De buitenruimte bij een gebouw zoals dit is ontzettend belangrijk. Het is een appartementencomplex met 200 relatief kleine appartementen, 50 vierkante meter, waarvan het grootste deel eigenlijk niet eens een buitenruimte heeft. Het type bewoners is toch starters, die vooral gebruik maken van de stad. Maar als je dan toch in je eigen woonomgeving even naar buiten wil, hebben we in plaats van 200 hele kleine buitenruimtes te maken, hebben we een paar hele grote gemaakt, waar je elkaar kunt ontmoeten. Wat ook belangrijk is voor vooral deze wat jongere doelgroep. En het is dan ook echt een buitenruimte. Eigenlijk zijn het soort, ik zou bijna kunnen zeggen, het zijn 4, 5 kleine parkjes die in het gebouw zijn aangebracht. En wat je ziet is eigenlijk een hele neutrale achtergrond van allerlei grijs tinten. Maar binnen die grijs tinten zijn er wel heel veel schakeringen gemaakt om die menselijke schaal in het gebouw aan te brengen. Je moet je voorstellen, als het op het moment dat het één kleur was geweest, dan was het heel vlak geworden. En nu gaan de gevel en het terras gaan met elkaar een spel aan van patronen. En ontstaat het detail wat meer bij de menselijke schaal past.